Welkom kijkers. Fijn dat jullie allemaal hebben afgestemd op deze presentatie over Design Thinking voor bibliotheken van Expeditie Anton. Ik ben Robin en hier naast mij zit mijn collega Wieske van der Velde. En wij maken allebei al enige tijd onderdeel uit van Expeditie Anton. Bestaat inmiddels 2 jaar en is eigenlijk een beetje een onafhankelijk los opererend team binnen de bibliotheek Eindhoven. Die zich bezighoudt met het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Maar ook met andere manieren van werken. En wij doen dat zelf al op een design thinking gerichte manier. En we zijn ook bezig om onze eigen organisatie daarin mee te nemen. We hopen met deze presentatie ook andere bibliotheken een inkijkje te kunnen geven in wat nu design thinking is. En hoe je dat kunt toepassen binnen je organisatie. Dus dat even tot zover. Mocht er overigens vragen zijn, dan kun je daar rechtsonder in je chatbox voor gebruiken. Mocht er iets met het geluid niet helemaal goed zijn, dan adviseren we om even wat oordopjes in te doen, want dat kan nog wel eens helpen. Even kijken, dan gaan we naar de volgende slide toe. Ja. Als dat werkt. Ja, tada. Nou, wij zijn hier natuurlijk om te vertellen over design thinking, over design thinking for libraries. Wat is het nou? Waarom is het zo belangrijk? En als eerste, wat is nou design thinking? Design thinking is een methode die al wat langer wordt gebruikt. En dat is ook wel belangrijk om te weten dat het dus echt een methode is. Het is een middel en het is niet een doel op zich. En je weet dus ook nog niet altijd in het begin wat het eindresultaat gaat zijn. En dat is het mooie als je design thinking inzet. En in Aarhus hadden ze dit al langer door. Daar zijn ze ook begonnen aan het werken of het maken van de toolkit. Design Thinking for Libraries Toolkit. En zoals je op de presentatie ook ziet, hebben we die nou ook in het Nederlands vertaald. Als Expeditie Anton mochten wij hier ook een mooi onderdeel van uitmaken door mee te helpen aan deze vertaling. Om te zorgen dat de juiste begrippen werden gebruikt. Dat het voor iedereen begrijpbaar was en toepasbaar. En design thinking is een hulpmiddel dat ervoor zorgt dat wij ons aanbod ook beter kunnen laten aansluiten op de behoeften van onze gebruikers. Want dat is natuurlijk wat we uiteindelijk willen, dat onze huidige gebruikers, onze eventuele nieuwe gebruikers, dat die ook naar ons komen omdat ons aanbod aansluit op hun behoeften. En dat kun je op heel veel verschillende manieren doen. Wij leggen zo dadelijk ook het proces uit. En op de volgende slide, even kijken hoe we dat... Ja, en trouwens de foto die jullie zien, die is onlangs gemaakt in oktober bij een presentatie van de vertaling van de Engelse Design Thinking Toolkit. Ja. En we hebben ook de eer gehad om daar een bijdrage aan te mogen leveren, ook vanuit de kennis die we in de praktijk hebben opgedaan. Ja. We hopen ook dat is nu ook ingezet door de KB, dat deze toolkit ook... in ieder geval ervoor gaat zorgen dat meer bibliotheken op deze manier gaan werken. En dat we onze sector op die manier ook vooruit kunnen helpen. En je kunt die online vinden. Ja. Designthinkforlibraries.com. Dit is een filmpje. We zien nu even de screenshot. Het filmpje wordt hier later ingemonteerd. En dit geeft perfect weer wat design thinking is. Of nog belangrijker, waarom je het moet inzetten. Screenshot zegt eigenlijk ook genoeg. Je ziet hier heel duidelijk een speelelement, een glijbaan. Er is een meneer of een vrouw geweest met een opdracht of met het idee van we moeten daar iets voor kinderen neerzetten. Je ziet er beneden 3 kindjes spelen, bovenin zie je er ook nog 2. En het belangrijkste wat je hier ziet, wat doen ze? Ze gebruiken alles om naar beneden te komen, behalve die glijbaan. En ja, dit is op LinkedIn ook heel vaak gedeeld, omdat er bij heel veel mensen toch van alles oproepen van ja, hoe kan dat dan? Hè? Dat je iets ontwikkelt en dat uiteindelijk niemand het gebruikt of dat niemand het leuk vindt. Met design thinking ben je dat dus voor, omdat je al heel erg in gaat spelen op die behoeften. Je gaat het onderzoeken, je gaat kijken waar vraag naar is en op basis daarvan ontwikkel jij je product of dienst. Dus wat bij design thinking belangrijk is dat je continu je gebruiker bevraagt. Dat je hen ook centraal stelt in wat je doet. En dat je daar dus ook iets met hen maakt. In plaats van dat je alleen iets voor hen maakt. Ja, we gaan naar de volgende Naar het proces. Ja, hoe ziet dat proces er nou uit? Nou, wat Wieske al aangaf, het begint eigenlijk bij de behoeftes en analyse. Dus je gaat eerst kijken van wat wil die gebruiker nou precies? Nou, daar zul je dus echt voor in gesprek moeten ook met die gebruiker. En dat hebben wij... in het beginstadium dus als Expeditie Anton ook gedaan. Dat varieert van instellingen in de stad, bezoekers van de bibliotheek, niet bezoekers van de bibliotheek. En
Het advies daarbij is ook vooral steek de vraag vaak niet heel specifiek in op wat de bibliotheek nu al doet. Want dan krijg je hele voorspelbare antwoorden terug. Je wil juist op zoek naar, nieuwe dingen waar je als bibliotheek op in kunt spelen. En dan moet je vooral achter zien te komen van waar heeft nu die gebruiker behoefte aan. Maar ook vooral waar loopt die tegenaan in bepaalde processen. Omdat je dan ook dingen daadwerkelijk kunt gaan oplossen ten dienste van de gebruiker. Zodra je dat in beeld hebt, ga je een visie daarop vormen van hoe kunnen we nu gaan zorgen voor een oplossing. Daar betrek je ook allerhande ontwikkelingen vanuit de markt bij, dus verschillende trends, komen we ook nog zo op terug. Uiteindelijk ontwikkel je daarop een idee. En dan komt eigenlijk het allerbelangrijkste, waar die gebruiker ook weer heel actief in beeld komt, is de prototype fase. Want je moet dan al proberen te ondervangen om met een heel klein minimal viable product, dus eigenlijk een product wat je nog niet helemaal tot in detail hebt uitgewerkt, maar om een heel klein model daarvan een idee voor te leggen aan de gebruiker, zodat je ook dan weer kunt gaan achterhalen. En dat is ook een beetje de reflectiefase ook al van probeer voortdurend te toetsen of dat wat je voor ogen hebt voor die gebruiker, of die gebruiker dat ook daadwerkelijk wil. Dat doe je dus vooral ook met de gebruiker. En op die manier kun je heel veel onnodig werk, maar ook kosten vaak besparen. Als het gaat om de behoeftes en analyses, dan gaan we heel vaak uit van painstorming in plaats van brainstorming. Want brainstormen gaat al heel erg naar de ideeën, maar ga vooral eens kijken van ja, waar hebben die mensen die behoefte aan? Dus je gaat kijken naar people, dat zijn de mensen waar het om gaat. Dan kijk je ook natuurlijk misschien wel naar verschillende doelgroepen. Je kijkt naar activities, van wat doen die mensen nu? Wat doen ze in de bibliotheek, maar ook daarbuiten? En wat drijft mensen? Op basis daarvan kijk je ook naar de inzichten die dat verschaft. En vervolgens ook van wat zijn nu de behoeften, dus niets. Dus dat is een beetje de onderverdeling langs waar wij het pijnachterhaalproces als Expeditie Anton inrichten. We hebben dat in ons expeditielab gedaan. Het is heel belangrijk om, dat is ook design, het heet niet voor niks zo. Design is ook een visuele benadering van het proces. Omdat als alles in documentjes staat, je er vaak niet meer terugkomt. En op het moment dat je het dus gaat uitvisualiseren in één ruimte en het proces ook daadwerkelijk visueel en zichtbaar maakt, dan bevordert dat de creativiteit. Maar dat zorgt er ook voor dat je het proces voortdurend helder voor ogen blijft hebben. Mm-hmm. Daar hebben we dus ook, links zie je eigenlijk alle pijnen en behoeften en quotes die we hebben achterhaald uit gesprekken. Dat probeer je dan te vertalen tot een aantal gemene delers. Hè. Je zoekt uit van, dit komt wel heel vaak voor. En vervolgens leidt dat het rechte plaatje tot verschillende ideeën. We onderscheiden overigens die pijn ook altijd in haaien en muggenbeet. Want je hebt een aantal dingen, die zijn nogal veel voorkomend en zwaar, die je niet direct op kunt lossen. En een aantal kleinere dingen die je misschien wat makkelijker en sneller op kunt lossen. Een beetje het laaghangend fruit. En wat je ook ziet als je je proces beelden maakt, voor ons hielp het ook heel erg om zo intern hier iedereen daarin mee te nemen. Want het is natuurlijk, design thinking is een nieuwe methode, vaak voor bibliotheken een best nieuwe methode. En op het moment dat je het alleen op papier hebt of als je het vertelt, dan kan je verhaal niet altijd helemaal goed worden ontvangen of brengen wij het niet goed over. En op het moment dat je beelden maakt en dus echt inzichtelijk maakt waar je mee bezig bent, dan neem je daar mensen ook veel meer in mee. Het is echt een visitekaartje voor wat je eigenlijk doet. En dat is zowel dan in je interne organisatie heel fijn, maar ook als je externe afspraken hebt, dan kunnen ze gewoon meteen zien wat je aan het doen bent en hoe dat dan uitziet. Dus daar heeft het ook nog wel mee te maken. Ja, het is wel zo dat er dan in die ruimte ook afspraken zijn en dat daardoor weer connecties ontstaan waar je in de toekomst iets aan hebt, omdat iemand ook ziet waar je gewoon als team mee bezig bent. En ook voor de organisatie inderdaad is het ook heel handig om het proces te kunnen blijven volgen. Betrekken jullie bij de behoefteanalyse ook meteen de gebruiker-klant? Kijk, dat is een. Overigens, als je vragen hebt, stel ze meteen, want dan kunnen we daar ook meteen op inspelen. Ja. Misschien dat jij daar antwoord op kunt geven. Ja, dat kan ik zeker. Dat doen wij. Dat is ook echt de essentie van design thinking. Dus op het moment dat wij behoefteanalyse gaan doen of gaan uitvoeren, die behoeften die kunnen wij zelf wel invullen. Kunnen we zelf wel een idee over hebben, maar dan werken we echt vanuit onze aannames. En aannames zijn niet per definitie slecht. Iedereen heeft ze, het is ook niet iets ergs. Maar op het moment dat je niet test, dan zie je dat als realiteit. En dan gaat er wel iets mis. Dus wat wij doen, is dat wij meteen de gebruiker, onze doelgroep die we voor ogen hebben, huidige of potentiële gebruikers, dat we die meteen betrekken bij het proces. Dus
Dat kan door middel van diepte-interviews, kan door middel van focusgroepen. Vooral het kwalitatieve onderzoek is daarin heel interessant. En een voorbeeldje wat dadelijk ook nog later terugkomt in de presentatie, is dat we ook soms onze doelgroep ook zodanig betrekken bij het proces, dat wij ze zelf ook mee het onderzoek laten doen. En ja, dus als ik de vraag zo lees en beantwoord, dan ja, omdat dat de essentie is van design thinking. En dat je ze niet alleen bij de behoefteanalyse betrekt, maar ook zoals Robin al aangaf, bij het stukje prototypen, bij het testen. Want wat je in het begin hebt onderzocht aan behoeften, op het moment dat je bij je prototype bent, die fase, kan er natuurlijk al wat veranderd zijn. Ik wil niet meteen zeggen dat die behoefte nog steeds klopt. Dus ja, we betrekken de gebruiker bij de behoefteanalyse, maar we betrekken ze eigenlijk gedurende het gehele proces. En dat is wel de essentie van design thinking en ook wat het uniek maakt. Ja. Ja. Ja, het voorbeeld van Wieske over meer de sociaal-maatschappelijke kant ook van het project waar we mee bezig zijn, is dat we zagen dat er heel veel expats bijvoorbeeld in Eindhoven zijn. Internationals noemen we ze dan voortaan. Ja. Omdat ze ook langer blijven. Dat is al een verandering op zich. Men komt niet meer voor 3 jaar hier werken, maar blijft ook hier voor langere tijd wonen. Ja. En dat geeft ook weer nieuwe uitdagingen voor hoe we als bibliotheek met zo'n steeds groter wordende doelgroep omgaan. Dus we hebben eigenlijk al vanaf het begin focusgroepen georganiseerd. Dus dat waren gewoon gesprekstafels van 7, 8 mensen uit die doelgroep. Die hebben we actief op allerlei activiteiten in de stad ook benaderd. We zijn ook ondergedoken in een aantal meer natuurlijke omgevingen van die internationals. Dus bijvoorbeeld bij een expat activiteit. En hebben we onszelf ook voorgedaan als expats. Nou, toen werden we dus binnen een uur al uitgenodigd door iemand die we pas net zagen voor een verjaardag. En toen dachten we van, oh, dat is ook wel heel apart. Dus ja, dat zijn allemaal signalen waar je weer iets mee kunt. En die zou je niet uit bijvoorbeeld direct alleen maar uit een interview kunnen ophalen. En dat heeft nu geleid dat zij eigenlijk ook onderdeel uitmaken van het onderzoek dat we naar aanleiding van die focusgroepen hebben opgezet. Dus het is een heel actief proces met en door de gebruiker. Ja. En uiteindelijk ook voor de gebruiker. Ja. Hoe betrek je de doelgroep als je echt from scratch moet beginnen? Mm. Dat is een vraag van Joyce. Wat wij echt heel erg hebben gedaan is dus ook echt actief mensen gaan benaderen. En als je een beetje een lokale situatie kent in de stad of gemeente waar je bibliotheek actief is, dan heb je al wel een beeld bij van, nou, dit zijn bijvoorbeeld doelgroepen die ik zou willen bereiken. Dus het is dan vaak wel belangrijk om dat al wel voor ogen te hebben, want dan kun je ook gericht wel een aantal partijen gaan benaderen. Als het bij ons bijvoorbeeld weer het voorbeeld om de expats aan te halen, dan zijn er een aantal organisaties in de stad die zich daarmee bezighouden. En nou, dat is vaak een goede ingang om ook met de doelgroep in aanraking te komen. Anderzijds, als ze in je bibliotheek zijn, kun je ze ook benaderen. En dat proberen we ook heel veel met bijvoorbeeld de publieksdienstmedewerkers te doen. Ja. Die ook wat actiever te betrekken in van, ja, hoe kun je nu proberen om, naast dat je de klant ten dienst bent, ook soms eens vraagt waar ze behoefte aan hebben. Ja. Dus ik zou daar toch vooral ook partners bij betrekken. Want daar kun je toch meestal niet zonder als het gaat om het benaderen van een doelgroep. Ja. Overigens moet je wel altijd voor ogen houden, het kan ook zijn dat die doelgroep gedurende het proces weer verandert. En dan zul je daar op basis daarvan weer stappen moeten ondernemen. Ja. Wat kwam er dan uit bij ons? We hadden eigenlijk 3 hoofdthema's. Dat was toch wel het puntje van keuzestress. We hebben zoveel. En vroeger was de bibliotheek dan de soort van mediator tussen al die informatie. Hè? Hoe bundelen we dat nou? Hoe brengen we dat naar de mensen toe? Nee, het internet heeft ervoor gezorgd dat natuurlijk in grote getalen op ons afkomt en dat we als het ware zelf keuzes moeten maken wat dan wel of niet betrouwbaar is, wat we wel of niet willen zien of wat we wel of niet interessant vinden. Dus dat was een punt. Het gemak was een heel groot punt en we kwamen er ook achter dat heel veel processen, zowel online als fysiek in de bibliotheek, nog niet zo gemakkelijk zijn als dat er tegenwoordig in de gemiddelde online dienst is of een supermarkt, waarin je heel veel zelfstandigheid hebt als klant en er snel doorheen kunt. En we kwamen er dus achter dat er een enorme gap was tussen internationals, expats en zoals we dat dan noemen, de lokale Eindhovenaren, voor zover die bestaat. Maar het doel is in ieder geval om die partijen bij elkaar te brengen. Dat was nog niet het geval. Het kwam eigenlijk bij ons dus terug op het eerste plaatje wat je aan de linkerkant ziet.
En dat hebben we uiteindelijk dus, die drie dingen hebben we echt gebundeld op het tweede plaatje. En van daaruit ga je dus kijken van oké, hoe kunnen we dat dan oplossen en wegnemen, die pijn. Ja, en nou, zoals Robin al aangaf, het begint natuurlijk allemaal bij de behoeften van je gebruiker. Je wil daar een analyse van maken, je wil het onderzoeken, je wil begrijpen wat mensen voelen, wat ze willen, wat ze ook niet willen. Maar dan zijn we er nog niet. Want je hebt enerzijds natuurlijk de behoefteanalyse, maar je leeft ook in een bepaalde maatschappij. En ook als bibliotheek zit je in een bepaalde stad, dorp, gemeente, waar een hoop dingen ook gebeuren. En daardoor kom je bij de volgende fase, visievorming. En wat daar een onderdeel van is, is trendwatching. En trendwatching is een belangrijk onderdeel, ook van design thinking, omdat je gaat kijken naar wat speelt er nou eigenlijk allemaal in de maatschappij. Wat voor trends zijn er, wat voor ontwikkelingen zien we, hoe reageert onze gebruiker hierop, wat zijn trends die misschien de toekomst voor ons wel in de toekomst interessant zijn. En hier kijken wij dus natuurlijk ook naar. En wat Robin net al aangaf uit painstorming, uit de behoefteanalyse, is dat gemak heel erg naar voren kwam. Dat het heel belangrijk is dat het gebruiksvriendelijk moet zijn wat je aanbiedt. Dat er een hoop keuzestress is. Nou, dit zijn natuurlijk allemaal dingen die wij dan ook wel zien in de maatschappij. Die je natuurlijk ziet bij andere bedrijven, hoe zij daarop inspelen. Of in producten of diensten die je om je heen ziet gebeuren. En hier zijn een aantal voorbeelden. En we leggen dadelijk ook nog een aantal van onze concepten uit. En die zijn dus heel erg gebaseerd op die pijnen en daarnaast ook op de trends. Je ziet hier een aantal voorbeelden. Bijvoorbeeld, ja, Netflix is natuurlijk het voorbeeld van een gebruiksvriendelijk aanbod online aanbieden. Het neemt een hoop, ja, voor sommige keuzestress weg, omdat er aanbevelingen in zitten. Als je dit hebt gekeken, vind je dit misschien ook tof. En linksonder zien we de HelloFresh box. Heb je geen tijd meer ook om boodschappen te doen? Weet je niet wat je moet koken? Weet je niet waar je de beste groente, fruit, et cetera vandaan kan halen? HelloFresh ontwikkelt een box. Bezorgt het bij je. Het recept zit erbij. En het zorgt voor een hoop minder stress en minder tijd. En deze trends zijn wel heel belangrijk om in de gaten te houden. Je merkt dat andere bedrijven het doen. En dat wij als bibliotheken daar toch ook echt naar moeten en kunnen kijken. En aan de ene kant heb je dus bij je visievorming trendwatching. Dus je kijkt echt naar trends in de maatschappij op verschillende niveaus. En aan de andere kant is een stukje van visievorming ook benchmarking. En ja, de meer bekende term benchmarking in marketing is dat je natuurlijk gaat kijken naar ontwikkelingen binnen je eigen, ja, organisatie of binnen organisaties die hetzelfde doen. En benchmarking zorgt ervoor dat je echt toch wel iets verder gaat kijken. Je gaat eigenlijk verder kijken dan je neus lang is. Je gaat kijken naar andere organisaties, hoe zij dingen aanpakken, hoe zij inspelen op die trends. Maar ook nog belangrijker, hoe zij inspelen op die behoeften van hun gebruikers. Vaak als wij een pijn hebben onderzocht, dan is er een ander bedrijf wat misschien wel eenzelfde pijn heeft onderzocht bij hun gebruikers. Dan kunnen wij opnieuw het wiel uitvinden. Maar wie weet hebben zij dan ook al wel de oplossing. En nou, dit doen wij ook heel vaak met onze concepten. Wij verzinnen natuurlijk een hoop dingen zelf. Wij doen zelf het onderzoek. Maar als ik kijk naar onze concepten, hebben ze allemaal wel iets weg van wat ergens anders al is ontwikkeld. En dat is alleen maar goed. Want daardoor kun je ook van elkaar leren. En benchmarking hebben we een voorbeeld van. En ja, we gebruiken het vaker in onze presentaties. Dus als er iemand toevallig zit te luisteren die al eerder naar ons heeft gekeken of geluisterd, die weet het antwoord al. Maar ik gooi hem er toch in, want het is gewoon het perfecte voorbeeld. Je kijkt nou naar de McDrive, is bij iedereen wel bekend. En wat wij dan ook altijd zeggen is, de McDrive heeft het niet zelf bedacht. Die heeft het natuurlijk ook ergens van afgekeken, die benchmarking al ingezet. En nou, dan vragen we eigenlijk altijd of dat iemand weet waar die misschien van af heeft gekeken. Nou, ik stel voor dat, ja, als je het weet, typ het vooral in. En dan gaan we eens kijken of dat iemand misschien al weet waar de McDrive dit concept van heeft afgekeken. En als niemand het weet, dan gaan we gewoon door naar de volgende slide. Oh ja, iemand weet het, maar verklapt het niet. De wasstraat. Ja, die komt heel vaak terug. Heel vaak kijken mensen naar de wasstraat. Is hem niet. Ik denk dat de wasstraat. Ja, misschien moeten we ook de pijn van, ja, waar was het, die is pijn, denk ik, nou aanwezig bij McDonald's? Was natuurlijk dat er, ja, waarschijnlijk lange wachtrijden stonden en, ja, parkeerplaatsen overvol waren. Dus je denkt van, ja, hoe kunnen mensen nu toch sneller bediend worden? Hè? Ja. Dus zonder dat ze eerst naar binnen moeten, in de rij moeten gaan staan. Ja. Dus ook daar stond het gemak eigenlijk voorop. Ik denk dat de wasstraat het ook heeft nageuit van
Ja, dat zou, dadelijk dat hebben, zou zomaar denk kunnen, ik. ja. Ja, Denk want ik ik. denk dat wasstraten korter bestaan dan dat Ja. waar ze het van hebben Ja. afgekeken. Nou, we gaan het gewoon laten zien. We hebben niet Ja. langere spanning. Het is van de pitstop. En ja, het is gewoon een heel mooi en simpel voorbeeld. Bij de pitstop ook. Hoe krijg je in zo kort mogelijke tijd een snelle service? Nou, pitstop duurt, wat is het, 3 seconden, 4 seconden Ja. en ze kunnen weer door. Ja, McDonald's dacht, hoe kunnen wij dat ook? Nou, auto komt er aangereden, ze krijgen de bestelling mogen ze opnemen, ze krijgen het eten en je kunt weer door. Dus daar is het van afgekeken. Ja, De je mag drive-in dus ook, je reviews. mag ook best breed kijken. Als je naar Ja. andere sectoren kijkt, dan is het al snel van, ja, dat kunnen wij toch niet. En waarom zou je dat met elkaar gaan vergelijken? Maar in Ja. essentie, je moet altijd naar de essentie kijken. Ook van, wat is nou de essentie van zo'n pitstop? Is dat het zo snel mogelijk moet. Omdat de Formule 1 ongeveer zo'n beetje draait op het feit dat als je een goede pitstop maakt, dat je dan heel veel meters en winst ook kunt maken. En dan zou je denken van ja, het gaat er eigenlijk in essentie om hoe richt je nou je proces zo snel mogelijk in. En daar kun je dus veel van leren. En ik denk dat McDonald's anders altijd binnen zijn eigen kaders was blijven denken van hoe kunnen we dan de wachtrij in die McDonald's in het gebouw zelf zo goed mogelijk inrichten. Terwijl doordat ze naar de Formule 1 gingen kijken, ze erop van ja, waarom kunnen we eigenlijk niet inderdaad mensen via een andere weg van ons aanbod gebruik laten maken. Dus dat, ja, Ja. het helpt altijd om je blikveld ook enorm te verruimen. En ik zie dat Stefan nu zegt, ik wist het toch niet. Ik ben wel benieuwd wat jij dan als antwoord had. Even kijken. Oh, nog een vraag over branchmarking. Hoe bedenk je welke branches je kan bekijken? Ja, het is niet dat wij heel gericht dan wel naar bepaalde branches wel of niet kijken. Ik denk dat wij vooral kijken naar branches die iets totaal anders doen dan dat wij doen. Of branches die misschien wel eenzelfde probleem ervaren bij hun gebruikers. Bijvoorbeeld een HelloFresh box. Nou, die zijn bezig op het gebied van voeding en van boodschappen. Nou, wij meer natuurlijk boeken, als ik het even zo heel plat moet vergelijken. Maar het probleem wat zij hebben is wel hetzelfde. Dat mensen misschien minder naar de supermarkt gaan. Dat ze niet weten wat ze dan moeten kopen, wat ze moeten koken. Nou, dan zijn wij gaan kijken. Oké, we zijn een bibliotheek. We hebben 9 wijkvestigingen moeten sluiten. Dus de afstand tot de centrale bibliotheek werd groter. Dus hetzelfde probleem. Mensen kunnen minder makkelijk naar een bibliotheek komen. Weten ook niet misschien wat voor boek ze willen lezen. Dus het is een totaal andere branche, omdat het gewoon in de foodsector zit. Maar wij het wel kunnen toepassen met onze eigen boekenbox. Ja, ik denk dat de keuze voor welke branches je kiest, is uiteindelijk ook één afhankelijk van de trends die je in kaart hebt gebracht. Dus hè, daar kijk je heel erg naar van, ja, wat zijn nu trends op de markt die zich op dit moment vergeven? En eigenlijk in essentie kijk je daar ook weer van, ja, wat is nou je doelgroep? Wie is nou je eindgebruiker? En als je bijvoorbeeld een nieuwe doelgroep aan wil spreken die misschien in het jongere segment zit, zoals waar wij als heel veel bibliotheken toch tegenaan lopen, is dat we toch meer jongeren bijvoorbeeld willen bereiken. Ja, dan ga je dus kijken, wat doen bijvoorbeeld twintigers, wat houdt hen bezig? En hoe maken zij bijvoorbeeld gebruik van producten en diensten? Nou, en dan kom je dus al snel uit bij de trends van die bij die doelgroep horen, waardoor bijvoorbeeld je ziet dat gemak en met een dienst als Discover Weekly op Spotify en HelloFresh, wat thuis wat bezorgd, of de boodschappen die via Picnic. Nou, dat past heel erg bij die doelgroep. Dus je kijkt ook heel erg van, ja, welke doelgroep hebben we voor ogen? Ja. En welke trends en ontwikkelingen horen daar dan bij? En ja, dan kom je ook vanzelf dus vaak wel uit bij andere branches en aanbieders. Maar het kan ook vrij simpel zijn dat je misschien ook eens een keer kijkt naar je lokale boekhandel of zo. Ja. Maar dat hangt heel erg ook af dus van welke doelgroep je voor ogen hebt. Ja. Ja. Even kijken. We zijn weer even terug bij het proces. Robin is begonnen met uitleggen over de behoefteanalyse. Dus hoe onderzoek je nou de behoeften en de pijnen van je gebruiker of van je doelgroep. Net zijn we even ingegaan op het stukje visievorming. Dus welke trends zijn er dan? Welke andere sectoren zijn er waar je misschien van kan leren? En dat is eigenlijk vooral het stukje onderzoek. Dus dan ga je heel erg echt onderzoeken wat er allemaal speelt. En uiteindelijk wil je natuurlijk ook een concept gaan ontwikkelen. Dus nu maak je de stap naar ideeënfase. En het mooie aan die fase is dat die vaak in de behoefteanalyse of in de visievorming al wel een beetje wordt aangewakkerd. Want je bent eigenlijk altijd al wel aan het nadenken over concepten. Maar dit is wel echt de fase dat het echt mag. Nou mogen echt alle remmen los.
En belangrijk aan deze fase is dat er een hele open houding en blik is. Op het moment dat je gaat brainstormen, zeker als je met een groepje gaat brainstormen, is het heel belangrijk dat even alles kan en alles mag. En wij geven ook innovatietrainingen aan bibliotheken en aan de sector. En op het moment dat wij deze fase ingaan, dan beginnen wij ook met z'n allen even aan een opdracht om op te warmen en om afscheid te nemen van onze ja-maartjes. En dit is een hele, ja, als ik het zo mag zeggen, een simpele opdracht eigenlijk. En het zorgt ervoor dat iedereen daarna helemaal open zo'n brainstormsessie ingaat. En dat is wel echt heel belangrijk. Het is ook wel grappig dat mensen meer ja-maartjes vaak kunnen verzinnen dan ideeën. Dan dat ze direct al ideeën hebben. Dus dat zegt ja, ook al klopt. Iets over ja. Hoe we normaliter vaak werken. Ja, ja. Ja, het werkt supergoed. Iedereen schrijft dan het ja-maartjes op die kent, die hoort, die misschien zelf wel eens ooit zegt. En op het moment dat we die opplakken en we dus eigenlijk zien van, oh, die ja-maartjes van er is geen tijd voor, er is geen geld voor, we hebben er geen mensen voor, dat die ons heel vaak belemmeren in ons creatieve proces, wat natuurlijk heel jammer is. Dus we nemen daar dan ritueel afscheid van, we frommelen het, we gooien het weg en het bestaat even niet meer. En ja, dit is altijd heel succesvol, doen we dus bij onze trainingen ook. En dan begint dus de brainstorm sessie. Hier zie je een aantal foto's van onze laatste training die we hebben gegeven hier in Eindhoven. En het is vooral een hele leuke fase ook. We willen het vooral ook heel leuk maken. Dat het echt, weet je, design thinking is echt een hulpmiddel wat dingen kan vermakkelijken, wat het leuker kan maken. En in deze fase mag even alles. En naast dat je een open houding en blik moet hebben, is het ook heel belangrijk dat er geen slechte ideeën zijn. Zeker in deze fase gaat het echt kwantiteit boven kwaliteit. Want hoe meer ideeën je hebt en hoe meer ideeën je als groep of als bibliotheek op papier zet, hoe groter de kans dat daar ook echt jouw gouden idee tussen zit. Dus ja, als wij een training geven, dan geven we daar ook verschillende hulpmiddelen voor, verschillende handvatten die we dan in de groep gooien, waardoor ook echt gewoon de meest briljante ideeën er uiteindelijk uitkomen. En wat ook vaak, wat ook bij brainstormen past en wat bij deze fase hoort, is dat je eerst heel erg gaat divergeren. Dus zoals ik al zei, kwantiteit boven kwaliteit. Maar er komt natuurlijk ook een moment dat je weer moet gaan convergeren. En dat wordt ook soms wel eens lastig ervaren. Want brainstormen is leuk. Zeker als dat op de juiste manier wordt gestimuleerd, komen er heel veel ideeën uit. Maar hoe kom je dan nou weer tot één idee? En hoe maak je dat klein? En hoe maak je nou die stap ook naar de volgende fase als je een prototype gaat maken? En die stap is super belangrijk, omdat je een idee ook uiteindelijk gaat testen. En op het moment dat je een idee wil gaan testen, dan moet je heel klein kunnen beginnen. En dat komt eigenlijk in de volgende fase aan bod. Daar loopt het ook vaak vast. Hè? Dat zie je, het is ons allen niet vreemd dat je dan ooit eens een ruimte ingaat. Je zit boordevol ideeën. En vervolgens gaat iedereen weer terug naar de basis, naar hun dagelijkse werk. En dan is de agenda weer vol. En nou, dat soort toepassingen, daar lopen we allemaal tegenaan. En dan komt het er eigenlijk op neer van, hoe gaan we er nu van zorgen dat je dan toch in die uitvoerstand komt. En dan, dat kan ook door heel klein te beginnen. Ik zie dat er inmiddels ook een vraag binnenkomt. Ik zal alleen even die vraag even wat breder trekken, zodat ik hem helemaal kan lezen. Wat is het verschil tussen de design thinking methode en de imagineering? Ik denk cycle. Dan valt die weg. Cycle. Ja, we zien alleen de C en de Y. Dus ik denk cycle. Ja, ben jij daarmee bekend? Oh, ja, ook. Met die imagineering cyclus? Nee, heel eerlijk gezegd niet. Dus ik weet niet wat het verschil is. Ik ken hem ook niet, maar ik ben er wel heel benieuwd naar, moet ik nu eerlijk zeggen. Dus dat, de ABCDEF methode ken ik ook niet. Nee, het is zijn wij toch niet zo innovatief als we dachten? Nee, ik denk dat, Sharon, ik ben wel heel erg geïnteresseerd. Ja. Dus je kunt via onze site ook onze mailadressen achterhalen. Ik zou het heel fijn vinden als, als je die ons zou willen toesturen, want dan kunnen we ons daar ook wat meer in verdiepen. Ja. En misschien dat we daar dan nog even na deze webinar ook contact over kunnen hebben. Ja, ik ben wel benieuwd. Helemaal super. Prototype en schets. Nou, dat is dus de fase waarin je echt ook actief je ideeën ten uitvoer gaat brengen. En waak er dan voor om dat niet meteen een product helemaal af te maken. Dat is eigenlijk waar het om gaat. In de basis gaat het erom dat je een klein prototype maakt, ga niet een hele website tot op detailniveau afmaken.
Probeer dat zo laagdrempelig en klein mogelijk te houden, zodat je ook snel in de uitvoering kunt en geen onnodige tijd en geld verspilt in het afmaken van een product waarvan je altijd het risico loopt dat het niet werkt of niet aanslaat. En je moet dus ook voortdurend blijven reflecteren op je handelen en op je product, want als je dat op een gegeven moment niet meer gaat doen en je verliest die gebruiker uit het oog, dan wordt de kans alsmaar groter dat je uiteindelijk ook geen effectief product hebt. We hebben eigenlijk in drie concepten vormgegeven. Die haal ik er nu even bij. Het zijn er inmiddels al wel wat meer. Maar deze, daar hebben we wel veel ervaring mee. Ik krijg inmiddels ook binnen dat design thinking geen lineair proces is. Dat is een hele goede constatering, want het is voortdurend iteratief. En we zijn inderdaad gewend om een projectvoorstel te maken, een budget erbij te zoeken en dan te zeggen van dan en dan moet het af zijn en dan is het af. Dat soort dingen gebeuren ook in onze organisatie. Daar proberen we ook voortdurend op uit te dagen om te zeggen van hou eens even, laten we eerst een paar stappen weer terugzetten. Zonder dat we inderdaad onnodig uiteindelijk dingen doen die misschien niet aanslaan. Ja. Dus het is geen lineair proces, het is vooral heel iteratief waarin je voortdurend weer twijfel moet hebben over je product en ook weer moet bekijken van wil die gebruiker het wel. Ja, en wat je net inderdaad zag in de presentatie, hebben natuurlijk het proces ziet er daar redelijk lineair uit hoe we het hebben vormgegeven. Maar dat is ook puur om het wat inzichtelijk te maken van welke stappen je hebt en welke fases je doorgaat. Maar wat je inderdaad zegt is niet lineair, het is iteratief. En wat Robin ook al zegt, op het moment dat je bij je ideeënfase zit, kun je best weer inderdaad teruggaan naar die behoefteanalyse van nee, klopt dat dan nog? Of op het moment dat je aan je reflectie, of reflectie zit eigenlijk overal een beetje in, of als je je prototype gaat maken, oh, heb ik misschien wel een nieuw onderzoek wat dit kan versterken? Dus inderdaad, het gaat eigenlijk alle kanten in het proces wat wij hier schetsen, brengt het gewoon in kaart om iets meer handvatten te hebben, dat het iets concreter wordt. En verse leefwaren was dus een bezorgbox met daarin drie boeken die op basis van een thema werden uitgezocht. Dat waren altijd boeken die niet ouder waren dan twee weken. Dus echt splinternieuwe boeken, dus echt kakelvers. En we hebben dat vervolgens als dienst gelanceerd omdat we erachter kwamen dat de doelgroep tussen de 20 en 40 nauwelijks gebruik maakte van de bibliotheek. Buiten dat ze soms misschien eens met hun kinderen kwamen, maar ze kwamen niet omdat ze te druk hadden. De afstand tot de bibliotheek was te groot vanwege de sluiting van onze wijkvestigingen. En dan ga je kijken van ja, wat houdt die doelgroep dan wel bezig en hoe maken zij op dit moment gebruik van andere diensten? En dat zat hem heel erg in het gemak. In het thuis afleveren van boodschappen, van bijvoorbeeld een HelloFresh pakket. Het liefst nog met een recept erbij, zodat je daar ook nog niet helemaal over hoeft na te denken. En daar is eigenlijk verse leeswaren uit voortgekomen. Het is heel klein begonnen. We hebben dat niet helemaal verankerd binnen de organisatie. We hebben ook niet meteen gekeken van wie gaat nou de logistiek regelen. We hebben een website gemaakt, heel beknopt, van nou je kunt bestellen. Die bestelling kwam bij een van ons binnen. En vervolgens zijn wij op de fiets gestapt om dat te bezorgen. En ook weer op te halen. Dat heeft ertoe geleid dat we inzichtelijk konden maken van oké, wat doet dat proces nou? Welke stappen moet je binnen je organisatie zetten, maar ook wat kost het? En uiteindelijk ook, wat vindt die gebruiker? Dus we hadden ook persoonlijk contact, toevallig gisteren nog, ook met een gebruiker. Dus daar haal je heel veel info uit. Het grappige was, en dat is heel typerend, we hadden dat dus ingezet op die doelgroep 20 tot 40. En uiteindelijk zagen wij de oudere bibliotheekbezoeker, die ons op een andere manier vaak niet meer wist te bereiken, dat die van deze dienst gebruik ging maken. Dat heeft ertoe geleid dat we dus via andere kanalen ook moesten gaan communiceren. Dus we zijn van social media ook in bijvoorbeeld blaadjes van verschillende verzorgingscentra gaan adverteren. Van online naar offline eigenlijk weer. Dus die doelgroep veranderde gewoon gedurende het proces. Nou, uiteindelijk kwamen we er ook achter dat dit soort diensten in de kleine schaal van Eindhoven opzetten heel kostbaar is. Wat er uiteindelijk ook toe heeft geleid is dat we nu zijn gaan kijken van een leenmodel zorgt ervoor dat je het ook weer op moet halen. Was dus te duur. Dus we hebben het nu even on hold gezet. Om te kijken van, willen mensen dit misschien ook op een andere manier? Kan het zijn dat we die beleving, hè, want er zaten ook een aantal goodies bij, die de sfeer rondom het lezen van zo'n boek nog wat aangenamer maakt. Misschien ook wegzetten door het misschien te verkopen. Nou, we hebben gisteren de laatste klant gehad die zei van, nou, ik wil eigenlijk best wel een boek kopen, want die was zo geïnteresseerd. Dus op die manier testen we ook weer van, is daar dan wel behoefte aan? En hoe kunnen we die dienst zo wegzetten dat het wel voor ons rendabel is, maar dat het ook die gebruiker blijft dienen. Ja.
En er komt even een vraag binnen. Daphne vraagt, ik ben benieuwd wat en hoeveel jullie van het iteratieve proces vastleggen. Nou, dat komt eigenlijk precies op het juiste moment voor onze volgende slide. Ja, we gebruiken ook test- en leerkaarten. En daar leg je eigenlijk je aannames, je hypotheses in vast. Dus van, nou, wat denken wij nu dat kan werken? Of wat geloven wij? Hoe gaan we dat checken? En hoe gaan we dat vervolgens meten? En wanneer vinden we dat we dan ook gelijk hebben? En uiteindelijk breng je ook weer een kaart van wat hebben we daarvan geleerd? En op basis van dat inzicht, wat gaan we daar dan mee doen? Ja. Dat doe je deels in het expeditielab, maar we hebben natuurlijk ook heel veel documentatie. Dus we hebben ook een logboek waarin je dingen vastlegt. Maar ook heel veel gespreksverslagen van interviews. Die moet je dan wel weer proberen daar de juiste dingen ook weer uit te filteren. Ook niet te veel tekst, want het moet wel ook een designbenadering blijven. Maar we hebben wel ook bijvoorbeeld feedbackformulieren van de gebruikers van Vestalese, maar ook persoonlijke gesprekken. Want zo'n feedbackformulier geeft op zich ook interessante informatie, maar nog belangrijker is eigenlijk de kwalitatieve info die je uit zo'n gesprek had. En dat wordt ook allemaal vastgelegd, want dat is namelijk wel heel belangrijk, dat je dat ook op een goede manier documenteert, maar vooral ook visueel inzichtelijk maakt. Dat is denk ik wel de essentie. Ja. En wat ook nog belangrijk is bij de test- en leerkaarten, op het moment dat je, ik doe nog even terug. Ja. Op het moment dat wij een product of dienst testen, of ons prototype eigenlijk in de markt zetten, dan is het ook belangrijk dat je niet alles tegelijk gaat testen. Ja. Dus bijvoorbeeld bij onze verse leesbare box, nou, dan ga je testen hoe je communicatie is. En we gingen onze prijs testen met misschien een wintereditie, een speciale prijsaanpassing. We gingen kijken of dat ons product zelf nog wel aantrekkelijk was. En al die tests, die doe je niet tegelijk, omdat op het moment dat dan iets verandert in de reactie op jouw product of dienst, kun je niet goed vastleggen waar het aan ligt. Dus dat leggen we inderdaad ook vast. Ja, je zegt eigenlijk van, we pakken één kaart en dan doen we daar 2 weken gaan we daarmee aan de slag. Ja. Omdat als je zegt van we gaan de prijs verlagen, inderdaad, en je gaat tegelijkertijd ook ergens anders aan sleutelen. Ja. En het leidt tot meer conversie en meer actie van mensen, dan weet je dus niet waar dat aan heeft gelegen. Dus dat is, je moet niet meerdere stappen tegelijk zetten. Ja. In die zin. Ja. En dan krijgen we de vraag of de slides ook beschikbaar zijn. Nou, deze webinar wordt volgens mij sowieso helemaal opgenomen. En is ook nog terug te zien op YouTube. Ja. Dus daar kun je sowieso altijd de presentatie nog terugkijken. Ja. Nou, een ander concept waar wij ook heel erg actief mee bezig zijn, dat is een concept voor en door internationals. Zoals Robin eigenlijk in het begin al aangaf, we zijn een bibliotheek in Eindhoven, een stad wat voortdurend in ontwikkeling is. En waar een hoop nieuwe internationals ook weer dit jaar bijkomen. We noemen ze inderdaad ook internationals in plaats van expats, omdat zij toch wel de bedoeling hebben om hier langer te blijven, om hier een huis te kopen, gezin te stichten, et cetera. En voor ons is een super interessante doelgroep. En we hebben eigenlijk de afgelopen 2 jaar al wat vaker onderzoek gedaan naar internationals. Inderdaad focusgroepen gehouden, mensen uitgenodigd, ingeschreven op expert fairs. Om eens te kijken hoe het is als je niet vanuit een bibliotheek iemand benadert, maar gewoon als zijnde expat ook zelf. Een beetje acteerwerk kwam erbij kijken. Maar we merkten dat er altijd iets miste. Zo, er bleef altijd een soort van afstand. En dat is natuurlijk ook heel logisch, want wij zijn geen internationals. Wij zijn gewoon locals en willen graag weten wat internationals willen. En omdat we dit onderzoek hadden gedaan, kwamen we ook tot de conclusie dat er superveel internationals en de spouses, dus de echtgenoten van, mee naar Eindhoven komen, omdat hun man of vrouw hier komt werken, maar zelf niet zo makkelijk aan de bak kan komen. En deze ontwikkeling gaf voor ons eigenlijk het idee van, maar er zijn dus heel veel spouses die hier in Eindhoven zitten, met heel relevante achtergrond in marktonderzoek, in doelgroeponderzoek, data-analyse, noem het maar op, maar die niet aan werk kunnen komen omdat ze de Nederlandse taal niet beheren. Waarom kunnen wij er dan niet iets mee? Toen hebben we samen met het Expat Spouses Initiative, zit hier in Eindhoven, hebben we een team opgesteld. Dat bestaat uit 5 internationals, 5 spouses. En zij hebben nou het onderzoek voor ons gedaan. En op die manier hebben we dus onze doelgroep eigenlijk direct betrokken bij het onderzoek. We maken van onze doelgroep ook onze onderzoeker. En wat er toen gebeurde was dat zij super veel en relevante informatie voor ons hebben onderzocht en achterhaald. Want, heel simpel, zij zijn internationals. Zij zitten al in die bubbel. Zij hebben hier een enorm groot netwerk, hebben heel veel connecties. En
ook wel mooi, wat we terugkregen, was dat op het moment dat het team en internationals en andere internationals vroegen, hey, wat vind jij van de bibliotheek, of wat mis jij, of wat vind jij leuk in Eindhoven, dat ze ook een eerlijker antwoord kregen dan dat wij dat vroegen. Want ze voelden zich een beetje bezwaard om tegen ons te zeggen van, hey, jij werkt voor een bibliotheek en ik ga nou eerlijk tegen jou zeggen wat ik er leuk of niet leuk aan vind. Dus dit is eigenlijk ja, een heel goed voorbeeld ook van design thinking natuurlijk. Dat je je doelgroep betrekt, dat je hen centraal stelt. En ja, dat je hiermee gewoon veel interessantere informatie krijgt. Ja, en ze gaan nu ook eigenlijk mee in de uitvoering ja, ook kijken klopt. Van hoe kunnen we dan ja. nu die pijnen die we inzichtelijk ja. hebben, hoe kunnen we daar nu als bibliotheek iets mee doen? Ja. En we zijn nu in gesprek om met hen te kijken van ja, kunnen jullie daar ook niet gewoon een uitvoerende rol in ja, gaan spelen? Precies, ja, want we hebben hier natuurlijk heel veel relevante informatie uit gekregen. Ja. Maar die groep die willen we natuurlijk aan ons blijven binden. We willen ja. die nou niet weer kwijtraken. Maar zeker ook inderdaad in de fase waar we nu gaan, de ideeën-generatiefase. De prototype maken, willen we die continu erbij betrekken. Ja. Ja. Kijk even naar de tijd, want volgens mij moeten we een beetje tempo maken. Ja. Nou, even het laatste voorbeeld is dat we ook een tool hebben ontwikkeld, nu nog op basis van lokale uitleendata, maar we zijn ook met de KB in gesprek om naar het landelijke data warehouse aan te koppelen, om mensen suggesties te geven van nieuw te lezen boeken. Dus op basis van wat anderen hebben gelezen, daar kwamen we achter dat die behoefte die kwam in een aantal onderzoeken die we al zagen terug, maar die hoorden we ook van bezoekers. Van, ja. ja, we worden door andere organisaties, worden wij als het ware voortdurend geadviseerd. Ja. Maar vanuit de lokale bibliotheek is dat nog niet goed verankerd. Hè? Op de landelijke site zie je dat wel geregeld terugkomen bij de e-books. Maar lokaal is dat nog een uitdaging. Dus we dachten van, nou, we moeten iets met die techniek. Draait nu sinds deze week hier beneden. En wat nu ook weer aan de gang is dat we eigenlijk met de gebruikers voortdurend in gesprek zijn en ook met publieksmedewerkers om te achterhalen van hoe werkt dit op een goede manier, wat kan er beter, wat ontbreekt er nog. Dus ja, dat hebben we een aantal weken geleden ook al eerst met collega's gedaan. Dus je stelt het ergens op, je gaat met mensen in gesprek, je laat mensen feedback geven op je product. En op basis daarvan hebben we zelfs alweer dingen aangepast en een aantal dingen op een andere manier ingericht. Voordat het richting de eindgebruiker ging. Ja. En nu gaan we dit proces met de eindgebruiker weer op eenzelfde manier doorlopen. Het begon overigens ooit met een aantal ontwerpschetsjes op papier, ja. op A4'tjes, waarmee je gewoon de bezoekers in de bibliotheek gaat ondervragen. Dus ja, op die manier is het eigenlijk gestart. Ja. En daar hebben we dus in de ontwikkeling al heel veel dingen eruit kunnen halen, ja, waar we waarschijnlijk anders als zijn de ja, ja. gewoon mensen die een bepaald idee in hun hoofd hebben, nooit op waren gekomen. Dus dat maakt het proces ook een stuk effectiever en efficiënter. Ja. Nou, dat even tot zover. Ja. Mag ik het slotwoord ja, doen? Ja, mag ik het slotwoord doen? Ik zie dat we ook nog wat vragen hebben. Kunnen we daar ook ja. nog wel even op ingaan? Nou, het is al een paar keer benoemd dat wij ook innovatietrainingen geven. Waarin we ook de methode design thinking uitleggen nog een keer. Waarin we het ook meteen gaan toepassen. En onze eerstvolgende staat alweer gepland in maart. Op 28 en 29 maart. Het zijn een donderdag en een vrijdag. En er is nog plek. Dus als je hierin geïnteresseerd bent. Als je zegt van, hey, weet je, we hebben ook een vraagstuk bij onze bibliotheek. Of ik wil hier meer over weten. Of hoe zet ik nou binnen mijn organisatie design thinking in. Het zijn twee super ja, leuke en ook intensieve dagen. Want we gaan echt aan de slag. We gaan niet alleen vertellen wat we gaan doen. Maar we laten vooral onze deelnemers heel veel doen om het ook echt te ervaren hoe het werkt. En je kunt je aanmelden op onze site. Dat is www.expeditie-anton.nl. En ja, als je hierover nog vragen hebt, voel je vooral vrij ja. om ons ook nog te benaderen. En ja, hopelijk tot in maart. Ja, en de training staat ook heel erg ten dienste van een specifiek vraagstuk ja. dat jij hebt, bijvoorbeeld in je lokale bibliotheek. Want we willen eigenlijk het liefst dat je er ook na die twee dagen ja. ook nog uitvoering aan kunt geven. Ja. Maar dat je dus in de tweedaagse alvast een begin kunt maken met ja, een pijn waar bijvoorbeeld jouw bibliotheekbezoeker mee kampt. Ja, dat je genoeg handvatten hebt ja. om de maandag erop eigenlijk al je eerste ja. actie te kunnen ondernemen. Ja. Ja. Daar zetten we ook heel erg actief op in. Dus ja. We kregen nog wat vragen of we altijd aan één project werken en of er ook ruimte is voor meerdere projecten. Nou, we hebben een team van drie op dit moment. Wieske, Robin en Imke, die zitten overigens daar nu, maar die past even niet meer op de camera.
met z'n drieën. En wij zijn eigenlijk allemaal wel eigenaar van een specifiek project. Want de projecten die net even de revue hebben gepasseerd, dat zijn meerdere projecten, die lopen ook gelijktijdig. Ja. Maar we hebben ook allemaal een andere achtergrond. Imke meer een ondernemende achtergrond. Wieske meer op het gebied van ook trendwatching en het verzorgen van meer het proces. Ja. En ik heb oorspronkelijk eigenlijk een achtergrond in het onderwijs, maar ben hier zo ingekomen en zit nu meer op ook van de partners en hoe betrekken we die erbij en ook meer de digitale kant. Ja. Dus op die manier heeft ieder zijn eigen expertise, maak je een beetje vanuit eigen motivatie ook je eigenaar van een bepaald project. Maar we leveren dus wel allemaal onze bijdrage op vanuit onze achtergrond en expertise. Ja. Even kijken, welke hebben we dan nog? Een vraag over de rol in het gehele design thinking proces binnen de bibliotheek Eindhoven. Ja. Dus wat we daar doen, want we opereren natuurlijk apart en werken op deze manier. Maar daar kun jij denk ik heel goed antwoord op geven. Ja, dat is ook wel een goede vraag, een mooie vraag. Nou, wij zijn natuurlijk Expeditie Anton, een onderdeel van Bibliotheek Eindhoven. En de essentie van het team is ook dat wij een beetje losstaan van de huidige organisatie, zodat wij vrij kunnen opereren. En dat is heel belangrijk, zeker bij innovatie, dat je daar gewoon echt wel voldoende tijd voor hebt en ruimte voor hebt vooral. En onze rol binnen Bibliotheek Eindhoven is dat wij dus vooral om ons heen kijken. Dat wij vooral naar buiten kijken, wat we van buiten naar binnen kunnen halen. En dat wij uiteindelijk natuurlijk een concept ontwikkelen voor Bibliotheek Eindhoven. En qua design thinking proces, het team bestaat nu 2,5 jaar, zoiets, iets meer denk ik. En wij zijn natuurlijk met z'n drieën op zich een innovatieteam, maar we geven ook training aan andere bibliotheken. En wij willen natuurlijk als Eindhoven niet achterblijven, dus wij gaan hier intern ook een design thinking proces eigenlijk opzetten waarin we alle medewerkers in meenemen. Daar spelen wij ook een grote rol in, om dus niet alleen als team te blijven innoveren, maar om echt als Bibliotheek Eindhoven te gaan innoveren. Even kijken. Ja, zijn er meer bibliotheken op deze wijze aan het werk en hoe wordt de info overgedragen, denk ik dat daar staat. Nou, er zijn meer bibliotheken. We hebben heel veel contact met Almere. Ik zie dat er ook een aantal mensen deel aan nemen. ook SPN hebben we contact mee. We hebben nu ook werken aan een landelijk bibliotheeklab om ook de ideeën die de regiogidsen ophalen verder te brengen. En daar is Amsterdam ook bij betrokken, Bibliotheek aan Zet. SPN zit erin, KB zit erin, dus hebben we een aantal lokale en andere instellingen bij elkaar gebracht. Ja. Dus ja, op die manier werken we dus samen en proberen we ook kennis over te dragen. Maar er zijn dus wel degelijk andere bibliotheken ook die op soortgelijke manieren werken. Ja. Nou, ideeënfase in actie te komen, dat is ook nog een vraag. Van hoe ga je nu van idee naar echte uitvoering? In de doestand, zoals die door Willemijn wordt genoemd. Ja. Nou, het belangrijkste daarvan is denk ik echt dat je ook een team formeert en dat je ook mensen vrij maakt. Dus dat staat ook in de toolkit van plan gewoon een periode in waarin je dus tijd vrij maakt om aan nieuwe ideeën uitvoering te geven. Ja. En daar ook over na te gaan denken. Dus geen excuses meer over van nou mijn agenda zit vol, want ik heb allemaal dagelijkse dingen te doen. Kijk ook eens kritisch naar of dat wat je doet, hè, wat soms ook heel belangrijk kan zijn, of dat wel zo belangrijk is en dat je daar misschien niet toch wat andere ruimte voor in kunt bouwen. En vooral ook gewoon doen. Ja. Nog tijd voor één vraag? Eentje? Eentje de allerlaatste. We mogen nog één vraag doen. Want iedereen is zo enthousiast. Hoe zorgen jullie voor de financiering? Denk aan zaken als appontwikkeling. Ja, daar is ook ruimte voor vrijgemaakt binnen onze organisatie. Dus dat is heel fijn. Want dat is overigens ook wel belangrijk dat de vertrouwen moet zijn. Dus we hebben vanuit het bestuur, uit het MT, hebben we heel veel vertrouwen om ook de dingen fout te mogen doen. Ja. Maar er is wel een budget ter beschikking gesteld. Dat is overigens dat zijn geen gigantische budgetten. Dat varieert dus meestal tussen de 30.000 à 60.000 euro op jaarbasis. Maar daar kun je best veel mee doen. Ja. Vooral als je klein begint en daardoor ook best wat geld kunt besparen. Ja. Maar je zult ook altijd moeten kijken. We kijken ook naar goede partnerships met bijvoorbeeld appbouwers en appontwikkelaars. Het is ook niet ondenkbaar, dat hebben wij dus vanuit onze situatie nog niet per se nodig, dat je ook kijkt van hoe kun je misschien externe financiering gaan realiseren door bijvoorbeeld in te spelen op subsidies. Ja. Maar bij ons komt het dus voornamelijk vanuit investeringen vanuit de bibliotheek zelf. Ja. Dat is eigenlijk het antwoord daarop. Ik denk dat we nu zo langzamerhand moeten gaan afsluiten. Mochten er nog vragen zijn, via onze website zijn wij ook persoonlijk te benaderen. Dus maak daar vooral gebruik van. Ja.
En ik hoop dat we jullie een beetje hebben kunnen inspireren en enthousiast hebben kunnen maken voor deze manier van werken. Ook aan te geven, hè, ik ga niet altijd meteen uit van het grote succes, maar probeer in kleine stapjes als bibliotheek verder te komen. Ik hoop dat we dat als sector ook samen op kunnen pakken. En pak vooral de toolkit er al bij. Voor iedereen beschikbaar. En ik zie nog een laatste, de grootste uitdaging, oude concept van bibliotheek doorbreken. Dat is zeker zo. Je moet proberen die bibliotheek veel breder te gaan benaderen, ook richting je doelgroep, om ook het beeld van een bibliotheek is alleen maar voor boeken, om dat ook te doen kantelen. Ja. Nou, dank voor het kijken allemaal.